De afdeling urologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft vandaag haar eerste holmium laserapparaat in ontvangst genomen. Deze machine, die in eerste instantie vergruisd, is ook de eerste in Suriname. De overdrachtsceremonie vond plaats in het auditorium van het AZP. Met dit apparaat kunnen urologen nu gemakkelijker nierstenen kapot maken. Het project is een samenwerking van meerdere organisaties. Met name de stichting Dutch Stone heeft een financiële bijdrage geleverd, terwijl Pansa Group een tafel voor de laserapparaat heeft gedoneerd. Lindy Liaokifa, medisch directeur van het ziekenhuis, zegt dat de niersteenbehandeling in Suriname hiermee een stap voorwaarts maakt. Volgens haar was de noodzaak voor dit apparaat zeer hoog. We hebben dus met die andere methode hebben ook wel geprobeerd om die stenen kapot te krijgen. Maar ja, we zijn ook maar beperkt in onze mogelijkheden, dus het lukt niet altijd, niersteenvergruizing en de andere methode. Dus dit was wel een noodzaak, omdat je met die scope zie je soms die, kan je wel kijken, het heeft een hoekje waarmee je kan kijken in die nier, maar je kan hem niet kapot maken, want dat apparaatje, dat instrumentje waarmee je die steen kapot maakt, die kon die bocht niet maken. Dus je kan die steen wel zien, maar je kan hem niet kapot maken. Dus met deze laser gaan we dat wel kunnen doen. Dus het is vooral om ook die patiënten te kunnen helpen. Liaokifa zegt verder dat urologen flink hebben gepleit voor het apparaat. Volgens de medisch directeur is een enorm bedrag besteed aan de nieuwe machine. Hoeveel het precies gekost heeft, dat kan ik u niet zeggen. Maar het is een behoorlijk bedrag wat we hebben besteed. Dus het gaat niet alleen om het apparaat. Het gaat om verbruiksartikelen, het gaat om trainingen. Dus het hele traject heeft toch een behoorlijk bedrag gekost. Plus minus. Ik durf eerlijk gezegd niet een exact bedrag te noemen. Nee, ik ga geen bedragen noemen. Omdat ik heb het totaal overzicht niet gezien. Dus ik ga geen bedragen noemen, want ik weet het niet. Natuurlijk heeft het Academisch Ziekenhuis ook bijgedragen. Maar de grote investering, dat is wel een donatie geweest. Maar houdt u er rekening mee. We zullen moeten herinvesteren als we het in stand willen houden. Dus we houden er natuurlijk rekening mee dat dit een eerste donatie is geweest. Maar als we het in stand willen houden, dan gaan we dus wel geld moeten inzamelen. Om bijvoorbeeld het apparaat te vernieuwen. Dus er gaat wel betaald moeten worden voor de dienstverlening. Lindy Liaokifa, medisch directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. De afdeling urologie van deze instelling heeft vandaag het eerste Surinaamse holmium laserapparaat in ontvangst genomen.